Sven Nys, winnaar van de 10e MTB Trophy. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Op zaterdag 11 en zondag 12 mei werd in het Oorderbos de jaarlijkse MTB Trophy verreden. Het evenement, dat een internationale status heeft, wordt georganiseerd door de Apeldoornse mountainbike club Bar End. Dit jaar werd de MTB Trophy voor de 10e keer gehouden. De wedstrijd kent meer dan 10 klassen. Daarvan trekt de heren elite klasse op zondag de meeste aandacht. In die klasse deden bekende internationale rijders mee, zoals Sven Nys en Zweeds nationaal kampioen Emil Lindgren. De Belg Nys is vooral bekend als de keizer van het veldrijden. In 2005 begon hij met mountainbiken. Hij wist de MTB Trophy al 1 keer eerder te winnen, namelijk in 2007. Ook deze editie eindigde Nys op de eerste plek. Lindgren werd tweede en de derde plaats was voor Hans Becking. Sven, om te beginnen gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus, ik heb hier nog wel eens gewonnen en toe terug om dan nog eens over te doen. Als ik jouw tactiek zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen, je hebt 3 kwartier de kat uit de boom gekeken. En toen dacht je van, nou zie maar jongens, ik ben weg. Ja, ik moest even aanvoelen in hoeverre de conditie al goed genoeg is om tegen deze jongens te proberen de koers te winnen. En dan moet je even aanvoelen. En op een gegeven moment gebeurde er iets, een kleine valpartij voor mij. En er reed iemand weg en ik heb geprobeerd om de kloof zo snel mogelijk te dichten en direct de voorsprong te voeren. En toen voelde ik dat ik de beste in die koers was. Je hebt bijna 2 minuten voorsprong op bestreep uiteindelijk. Ten opzichte van mannen die, mag ik het zeggen, aanzienlijk jonger zijn dan een 36-jarige. Ja, maar de ervaring speelt natuurlijk een rol. En het is ook niet zo dat het op deze leeftijd al plots heel veel achteruit zou gaan. Als je geen kwetsures hebt gehad of niet ziek wordt. Dus ik heb wel hard mijn best gedaan om een goed niveau te halen. En dat komt er vandaag al terug uit. Aanstaande zaterdag, 18 mei dus, is bij RTV Apeldoorn een uitgebreid verslag van de MTB Trophy te zien.